Kijk eens. Zo haal je ook meer uit hetzelfde masker. Not all of us can control our powers. Then don't. Apocalypse means to destroy this world. It's all of us against a god. And the most powerful beings on earth. 10 jaar geleden wisten de mutanten aan hun ondergang te ontsnappen. Mystique redde het leven van de president. Door hem niet te vermoorden. Er heerst nu vrede tussen mensen en mutanten. Maar dat staat op het punt om te veranderen. Het ontwaking van de gevaarlijkste mutant van iedereen. Apocalypse. X-Men Apocalypse is het 8e deel uit de X-Men filmreeks. I'll take everything from them. You're X-Men. X-Men, dit is een van de weinige superhelden franchises die ik vanaf het begin al heb gevolgd. En het komt grotendeels omdat ik ben opgegroeid met het tekenfilmpje uit de jaren 90. Nou, we hebben nu eigenlijk 3 trilogieën die we bijna hebben afgerond. Je had natuurlijk de originele trilogie met de cast van Patrick Stewart en Hugh Jackman. Dan had je de First Class trilogie met James McAvoy en Michael Fassbender. En daarvan is dit dus de allerlaatste film. En straks krijgen we ook de allerlaatste Wolverine solo film. En ja, dit is dus de 8e film, straks 9. De franchise is al 16 jaar bezig en ik vind het eigenlijk best wel knap dat ze 16 jaar zonder reboots gewoon door kunnen gaan binnen dezelfde continuïteit. Nou ja, een soort van reboots, want ze hebben nu bepaalde dingetjes veranderd. Maar dus, X-Men Apocalypse. Deze film krijgt niet hele goede recensies. En het is best wel grappig, want in de film hebben ze een hele leuke grap verwerkt waarin ze vrij duidelijk zeggen dat de derde film in een franchise altijd het zwakste deel is. Dus ja, wat vind ik van dit derde deel? Ik vond hem oké. Ik vind hem vooral leuk omdat al mijn favoriete personages uit X-Men weer terugkomen. En ja, in het algemeen is het geen hele goede film. Het heeft een hele trage, lange opbouw. Maar de climax maakt veel dingen goed. De film speelt zich af 10 jaar na deze Future Past. De geschiedenis is veranderd en we volgen nu een geheel nieuwe tijdlijn. De school van Xavier loopt weer helemaal lekker. Hij heeft een hoop nieuwe studenten, waaronder een aantal bekende gezichten voor de fans. Verder, Mystique die reist de wereld af om mutanten in nood te helpen. En Eric, Magneto, die woont nu met een geheel nieuwe identiteit in Polen met een gezin. Dit is maar een fractie van alle personages die je in de film zult zien. Maar het gaat natuurlijk allemaal om Apocalypse, een 6000 jaar oude mutant die is ontwaakt uit een diepe slaap. Hij wordt wakker en hij verzamelt 4 mutanten als lijfwachten, de Four Horsemen. En hij is uit op, wat anders, werelddominatie. Ja, zoals je hoort, dit verhaal is niet helemaal origineel. Maar daar gaat het ook niet echt om. Je wilt het eigenlijk zien om alle personages weer terug te zien. Hoe ze interactie voeren, hoe ze met elkaar samenwerken, hoe ze tegen elkaar vechten. Dus hoe zijn de personages zelf? Nou, dit is eigenlijk vooral Magneto's film. Hij is de grote badass van de film en hij is ook de emotionele kern. Dus ja, hij is het belangrijkste personage waar je ook echt een band mee hebt. En verder heb je ook nog eens Quicksilver. Dat was natuurlijk een heel leuk personage in deze Future Past. En mensen klaagden nogal waarom hij zo weinig in de film zat. Want niet alleen is hij gewoon heel erg cool, hij is heel erg grappig. Hij is ook gewoon veel te handig om niet te gebruiken. Hij kan kogels stoppen, hij kan mensen in elkaar slaan terwijl ze het niet doorhebben. Dus ja, deze film lost dat op door hem gewoon meer te gebruiken. Hij speelt een veel belangrijkere rol. Het is ook niet alsof ze hem te sterk proberen te maken, gelukkig maar. En dan heb je de slechterik Apocalypse. Ja, hij heeft heel veel kritiek over zich heen gekregen. Hij had veel sterker kunnen zijn. En dat klopt ook. Ik vind hem nogmaals vele malen intimiderender dan al die slechterikken uit het Marvel-universum. Maar Magneto is niet gewoon iemand die de mensheid haat. Hij haat de mensheid vanwege alle trauma's die hij in zijn leven heeft meegemaakt. En hij is een extremist met extremistische maatregelen. Maar als je alles vanuit zijn ogen bekijkt, dan kun je ook niet makkelijk met zijn standpunten in discussie gaan. Hij heeft niet per definitie ongelijk. Dus ja, als je Magneto als een secundaire slechterik hebt, dan overschaduwt hij eigenlijk Apocalypse. Dus dat is wel een beetje jammer. Alle andere personages in deze film doen gewoon een beetje mee. Ik heb natuurlijk wel sympathie voor ze, omdat ik ze in eerdere films al heb gezien. En je wilt ze ook graag de film zien overleven. Maar ze evolueren niet zo erg, zoals personages als Magneto en Quicksilver.
En ik had het eerder over de trage opbouw van een film. En dat komt omdat je zo vreselijk veel personages hebt om je op te focussen voordat de film echt op gang komt. Dan bezoek je verschillende locaties over de hele wereld. Je hebt Nightcrawler, die is hier bezig. Dan heb je Mystique op een ander deel van de wereld. Dan heb je Cyclops, Magneto. En ja, het is uiteindelijk wel te vergeven omdat ze hun rol in het verhaal wel vervullen. Ze komen uiteindelijk bij elkaar in de climax van de film. Er is één personage echter dat ik echt geheel misplaatst vond. En als je niet wilt horen wie er in deze film zit, dan zou ik op dit vakje klikken om deze spoiler te vermijden. Maar het gaat natuurlijk om Wolverine. Ja, als je de trailer hebt gezien, dan had je natuurlijk al geweten dat hij in een film zat. Al die trailers verpesten eigenlijk een deel van de film voor je, want er is gewoon geen verrassing meer. Zonder Wolverine had deze film uiteraard een beetje incompleet aangevoeld. Want hij heeft tot nu toe in alle films gezeten. Het was jammer geweest als ze hem niet hadden gebruikt, maar ik vind het vooral jammer hoe ze hem uiteindelijk wel in de film hebben verwerkt. Want wat gebeurt er? De X-Men worden gevangen genomen door Stryker. Alweer. En dan ontsnappen ze door Weapon X los te laten. Wolverine. Alweer die Weapon X verhaal en dit is alweer de derde keer! Hoe vaak moeten we dit nog zien? En het klopt niet eens, want als je deze Future Past hebt afgekeken, dan wordt hij aan het einde gevangen genomen door Stryker. En dan zie je dat Stryker gele ogen heeft. Dus het is niet echt Stryker, het is Mystique. En dan hoor je te denken, oh mijn god. In deze tijdlijn zal hij dus niet gevangen genomen worden door Stryker. Nou, blijkbaar wel. Een van de schrijvers die had het uitgelegd. Hij zei dat het zijn lot is om gevangen genomen te worden door Stryker. Hoe dan ook, hij zal altijd in zijn handen terechtkomen. Ja, dit klinkt als eigenlijk een hele slechte smoes. Want het idee achter die vorige film was nou juist dat je de tijd wel kunt veranderen. Dit klinkt eigenlijk gewoon alsof ze gewoon niet vooruit hebben gedacht. Dat ze op het laatste moment dachten, nee, we moeten hem toch in het Weapon X programma stoppen. Dit is gewoon slecht geschreven, niet vooruit gedacht. En de vorige X-Men film zat er vol met dat soort inconsistenties. Maar het coole van de vorige film was nou juist dat ze dat allemaal hadden gewist. Met dat tijdreizen. Zijn cameo in First Class was perfect, want je ziet hem gewoon verschijnen. Hij is Wolverine, hij zegt iets typisch Wolverine-achtigs. Einde scène. Wat mij betreft hadden ze deze hele scène van Wolverine en Weapon X er gewoon uit moeten knippen. Geef hem een kleine cameo en dan kun je meer tijd besteden aan karakterontwikkeling, want dit is al een hele lange film. Maar weet je wat deze franchise eigenlijk heeft, denk ik? Dit leidt aan wat ik al besprak in mijn Captain America recensie, het Dragon Ball syndroom. Als een franchise al zo lang doorloopt, je hebt steeds meer personages, je wilt ze niet allemaal afmaken en je moet de lat ook steeds hoger leggen, dan wordt het verhaal gewoon veel te zwaar. Ja, er zijn gewoon veel te veel personages om je op te focussen. En dit is een prequel en toch ligt de lat veel hoger dan in de originele trilogie. Want wat gebeurde in de eerste film? Magneto was de slechterik en hij wilde wereldleiders in New York in mutanten veranderen. Oeh. Dat stelt echt helemaal niks voor maar wat er in deze film gebeurt. En je kunt natuurlijk zeggen, dit is een andere tijdlijn. Apocalypse was nooit ontwaakt in de originele tijdlijn. Echt waar? Dus hoe is Xavier dan zijn haar kwijtgeraakt en hoe heeft Storm wit haar gekregen? Dat is zeker een lot, zou ik zeggen. Oké. Okay. Nou, X-Men Apocalypse is een film die veel meer had kunnen zijn. En dat is omdat de laatste film zo veelbelovend eindigde. Dus dat is hartstikke jammer. Maar nog steeds, ik heb me erg vermaakt met deze film. Niet zo erg als ik had gewild, want er was een heel vervelend stelletje naast me dat maar niet stopte met herrie maken. Maar ik zou hem nog steeds aanraden. Als derde deel uit deze trilogie is het weliswaar het zwakste deel. Maar we hebben de derde Wolverine film nog die eraan zit te komen. Dus de vraag is, kan deze film aan de trilogie vloek ontsnappen? Dit was een Dutch Angle Film Reviews. Hopelijk heb je ervan genoten. En kijk ook mijn recensie van Captain America Civil War.